De Stichting Liefdevolle Handen heeft gisteren de afsluiting gehad van een aantal activiteiten in het kader van gezinsplanning. Deze activiteiten zijn eerder dit jaar uitgevoerd. Er is daarbij onderzoek gedaan naar de toegang tot gezinsplanning. De doelgroep bij dit onderzoek was vrouwen en meisjes. Het ging hierbij voornamelijk om de begeleiding van sekswerkers en verslaafden. Het resultaat van het onderzoek is gisteren gepresenteerd aan het publiek. Eurita Hiwat, hoofd van de afdeling planning van Stichting Liefdevolle Handen, zei dat de leden van de stichting eerst de nodige vaardigheden hebben aangeleerd voordat ze gestart zijn met de activiteiten. Dit geeft aan dat wij tijdens de training hebben geleerd hoe wij activiteiten moeten organiseren om onze doelgroep eigenlijk zo ver te krijgen dat ze verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun leven op gezondheidsgebied. We hebben geleerd hoe we onze doelgroep moeten leren om zelf op te komen voor de problemen dat ze hebben. We hebben ook geleerd wat het verschil is tussen advocacy en activism. Hiwat merkt verder op dat Surinaamse organisaties meer activisme toepassen. Ze benadrukt dat deze werkwijze minder succes heeft. En dat houdt in dat we meer de type mensen zijn die op straat gaan en gaan staan met borden en allerlei dingen schreeuwen. Maar daar hebben we dan geleerd hoe belangrijk het is om advocacy te doen. Activism kan je alleen kan alleen aandacht brengen voor je probleem, maar is niet vaak oplossingsgericht. En bij advocacy ga je echt diep kijken wat is het probleem. Hoe gaan we het aanpakken? Welke organisatie kan ons helpen om onze standpunt te versterken of onze mening een beetje naar buiten te brengen? En dat hebben we dan geleerd bij advocacy. Eurita Hiwat van de Stichting Liefdevolle Handen. De stichting heeft gisteren activiteiten die ze eerder dit jaar heeft uitgevoerd afgesloten. De activiteiten zijn georganiseerd in het kader van gezinsplanning.